deze week zijn we in Budapest voor de introductie van twee ultra high performance banden, zoals wij ze noemen. En we zijn ook echt aanwezig in Budapest. We hebben de pers uitgenodigd en er komen heel veel klanten deze week nog. Onze eigen mensen natuurlijk zijn gekomen. En we zijn nogal zichtbaar in Budapest. We hebben een flink aantal enorme billboards opgehangen. En we hebben de pers meegenomen s'avonds naar het museum. Dat heet Museum of Applied Arts. Dat is een prachtig gebouw met een hele mooie inrichting. Waar we de voorstellingen hebben gegeven, de presentaties van de nieuwe producten. We wonen in een prachtig hotel overigens. Een Four Seasons hotel aan de Donau. Dus de sfeer zit er echt prima in. Je ziet, het is prachtig weer. Dus we hebben echt alles mee. We staan nu op de Hungaroring, dat is het Formule 1 circuit van Hongarije. Dat hebben we ook voor een week afgehuurd. En daar kan de pers genieten van de snelste auto's ter wereld die we hier hebben. We hebben hier Aston Martins, Jaguar, XKR, S'en nou natuurlijk. Maar ook flink opgevoerde Mercedes'en die hier rondrijden. Die zijn overigens killing voor de banden, die zware auto's die heel hard gaan. Dus daar kan je echt voelen hoe goed die band is. Nou, voor ons is dit echt een enorm belangrijke week, omdat dit eigenlijk is waar wij heel veel jaren voor gewerkt hebben. En we kwamen eigenlijk van een andere kant met het merk Vredestein, zeg maar 20 jaar geleden. We hebben heel veel geld geïnvesteerd, overigens ook heel veel nieuwe mensen aangenomen. En over de jaren werden we steeds beter. Toen zijn we in 1996 gaan samenwerken met Giugiaro. En dat heeft ons absoluut geen windeieren gelegd, want dat heeft het imago van Vredestein echt naar boven geholpen. En vandaag introduceren we dus eigenlijk de top of the crop, de beste band, de snelste band die we ooit hebben gemaakt, de Ultra 40. En als ik zo de geluiden hoor van de coureurs die deze auto's rijden, maar ook de mensen die zelf in de Aston Martins gereden hebben, dan zijn de commentaren zo positief dat ik met enorm veel vertrouwen naar de verkoper, want dat doen we het ook namelijk voor deze band, kijk. Het is niet alleen de Ultra 40 van het hoogste segment. We hebben ook het segment van de V en de W banden vernieuwd. Dat is de Sportarc 5. Dat is natuurlijk onze bread and butter line zo langzamerhand geworden. De Sportarc 3 kwam nog steeds heel hoog in de testen eruit, maar wij vonden toch dat het kon nog een stapje beter. En die banden die hebben we nu ook geïntroduceerd en die zien er werkelijk fantastisch uit. Dankzij natuurlijk ook Giugiaro die het design voor zijn rekening genomen heeft. Kortom, een fantastische dag voor Vredestein hier. En ik zie allemaal breed glimlachende mensen die uit die fantastische auto's stappen. Ik zou alleen maar zeggen, je moet iets meer nadruk leggen op de banden en niet op die auto's. Maar het is een groot feest hier.